Na twee boetes van 5000 euro voor geluidsoverlast was het voor eigenaar Vincent van den Broek genoeg. In maart besloot de eigenaar van Café Stroop in Bossenhoofd om per direct te stoppen met muziekoptredens. Er volgden gesprekken met omwonenden en de gemeente Haldenbergen. Van den Broek vertelt hoe deze gesprekken verliepen. Eigenlijk best wel in orde. Gewoon. Niet te moeilijk, niet te stroef. Heel open aan elkaar. Eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ja. En uiteindelijk zijn daar ook maatregelen uitgekomen die u nu gaat uitvoeren. Hè? Want kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, die maatregelen die wij hebben moeten nemen om de overlast, in elk geval het geluidsoverlast, te beperken. Ja, dat komt op een gegeven moment niet alleen bouwtechnisch aan de orde, maar er blijken een heleboel andere dingen nog eigenlijk lastiger te zijn dan überhaupt het optreden van een bandje. Ja, zoals het geluidsoverlast op straat met mensen die staan te roken tijdens, et cetera. Daar komen een aantal maatregelen uit voort die niet alleen maar bouwtechnisch aan de orde zijn, maar ook op een gegeven moment het heropvoeden van de mensen, de cliënteel, et cetera. Dat eigenlijk 's avonds na een uur of 10, 11 gewoon op een andere manier gereageerd moet worden buiten dan in elk geval alleen maar lawaai te maken. Ja, met alle respect, maar dat gebeurt nou eenmaal als mensen bier op hebben. Ja. Maar u zei het ook al, er vinden ook wel wat bouwtechnische maatregelen plaats. Waar moeten we dan aan denken? Puur de lekkages, bouwtechnisch in bijvoorbeeld een aantal ramen. De voorpui met de deur, die lekken als een mandje als het daarover gaat. En als ze mij willen bekeuren, ja, middels geluidsoverlast, dan moeten ze dus het overlast van binnen geproduceerd, moeten ze kunnen herkennen op een bepaald moment. En dan moet je ze eigenlijk zien in te dammen. En dan ben ik in elk geval juridisch ingedekt, in elk geval. Ja, maar dat neemt nog niet alle overlast weg. Nee. Komen de optredens dan ook weer gewoon terug? Niet in de frequentie als in het verleden. Dus Stroop moet ook een nieuwe weg inslaan. Maar er komen wel optredens terug. En per wanneer kunnen we die verwachten? Zoals het er nu uitziet, medio oktober, begin november, dat we terug gaan programmeren. Ja. En is het, denkt u, voor nu, voor alle omstanders naar tevredenheid opgelost, het probleem? Ik hoop het wel, maar dat blijft natuurlijk afwachten. In hoeverre ik wel of niet, et cetera. Dat blijft lastig gewoon. Ik kan allerlei maatregelen nemen, maar dat wil nog niet zeggen dat ik tot iedereen zijn tevredenheid aan de gang ben. We doen ons best. Maar u heeft er goede hoop in? Ja, dat wel.